En ook in Nijmegen, waar alleen al in deze stad tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 2200 stadsgenoten zijn omgekomen. En een groot deel van deze mooie stad heeft toen in puin gelegen. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen. Hierdoor heb ik een uitzonderlijke en ongewone periode van vrede, stabiliteit, welzijn en welvaart meegemaakt. Toen ik ter wereld kwam, lag de Tweede Wereldoorlog alweer 32 jaar achter ons. Dat is ongetwijfeld van invloed geweest op mijn kijk en gevoel op het leven. Die misschien optimistischer was dan mensen die toen in Irak of in Afghanistan zijn opgegroeid. In mijn jeugd las ik de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Over nazi's, over verzetshelden, over operatie Market Garden en over de Holocaust. Het waren toen voor mij verhalen van lang geleden. En de oorlogen die in de jaren 80 en 90 woedden, waren ver weg. Ver van mijn bed. Als kind kon ik er geen voorstelling van maken. Het leek meer op fictie dan werkelijkheid. Het waren eerder verhalen uit romans of speelfilms. En dat komt denk ik vooral ook door de fijne jeugd die ik heb gehad in deze prachtstad met zijn mooie mensen. En dan word je ouder, beland je in de journalistiek en ga je reizen naar conflict en oorlogsgebieden. Gebeurtenissen waar je in je jeugd geen voorstelling van kon maken, worden dan werkelijkheid voor je ogen. Beelden krijgen betekenis. Het is misschien heel bizar, maar op dat soort momenten en plekken helpt kennis van het verleden je. Het zorgt ervoor dat je helderder gaat denken en stellige generaliseringen en dogmatische uitspraken aanvecht. De geschiedenis gebruiken we vooral om onszelf beter te begrijpen. De logica wil dat wij alles op onszelf en onze omgeving betrekken. Maar we zouden het verleden vooral moeten gebruiken om begrip te hebben voor de situatie van een ander. Zo'n dag als de Nationale Dodenherdenking is van veel betekenis. En voor mij nog relevant en betekenisvol. De verhalen van vele overledenen, verzetshelden en nabestaanden die misschien vandaag, hè, dat weten we, wel tussen ons zitten, geven deze dag een diepere betekenis dan alleen terugkijken naar het verleden. In deze huidige tijd zie je dat mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt veel meer begrip en empathie hebben voor de hedendaagse vluchtelingen. Bijvoorbeeld voor mensen uit het door burgeroorlog verscheurde Syrië. Mensen die dezelfde angsten, ontberingen en leed kennen. Op zoek naar vrijheid en hoop, naar een stad of een plek waar het licht vredig brandt, waar een toekomst ligt, waar ze begrepen worden en liefdevol opgevangen kunnen worden. Ik kwam 2 jaar geleden een hoogbejaarde mevrouw tegen in het centrum van Nijmegen. Ze gaf een rondleiding aan Syrische vluchtelingen en vertelde hun over de Tweede Wereldoorlog en de vluchtelingen vertelden haar weer over de oorlog in Syrië. Voor mij was dat een heel erg ontroerend moment. Zelf was ik net terug van mijn rondreis uit Irak en Syrië. Het leed en ellende van de mensen daar had ik nog niet los kunnen laten. Ik had weken in duisternis gereisd op zoek naar lichtpuntjes. Het lichtpuntje waar ik op zoek naar was, vond ik uiteindelijk in deze prachtige stad, in mijn Nijmegen. Liet een oude dame, vol met levenservaring, het licht schijnen op deze stad,